We gaan kijken naar een interessant fenomeen dat optreedt in spoelen. En dat is de zogenaamde zelfinductie van een spoel. En we gaan eens kijken, wat is nou eigenlijk die zelfinductie van een spoel? En daarvoor hebben we een voorbeeldje. We hebben hier een spoel, die is aangesloten op een batterij. En door middel van een schakelaar kan ik de stroom aan- en uitzetten. Op het moment dat de schakelaar wordt gesloten, gaat er een stroom lopen natuurlijk, van de plus naar de minkant van de batterij, door de spoel heen. En wanneer er een stroom door de spoel loopt, krijg je in de spoel veldlijnen natuurlijk. En kunnen met de rechterhandregel kunnen dan achterhalen in welke richting die veldlijnen staan. En als de stroom zo loopt, dan loopt die ook zo door de spoel heen en krijg je veldlijnen naar beneden gericht. Nu komt er iets vreemds wellicht. Deze stroom wordt van buitenaf op de spoel aangebracht. De spoel voelt nu ineens, doordat er van buitenaf een stroom gaat lopen, dat er ook veldlijnen ineens erbij komen. Die veldlijnen maakt hij wel zelf, maar de stroom komt van buiten. En die spoel die wil de situatie hetzelfde houden, dus hij gaat tegelijkertijd ook veldlijnen in de andere richting erbij maken. Een tegenflux. En die tegenflux maakt hij door een inductiestroom te laten lopen. En die inductiestroom loopt precies de andere kant op dan de stroom van de batterij. En dan krijg je dus dat er ook veldlijnen naar boven komen. En die tegenflux loopt dan dus precies de tegenovergestelde richting op. Die spoel gaat dus even zich gedragen alsof het ook een soort batterij is met de pluspool boven. Want daar komt die tegenstroom. En de inductiestroom komt daar eruit en de minpool beneden. En daar komt de inductiestroom dan weer de spoel in. Als je de spoel dan als batterij zou zien, dan zouden daar de plus en de min moeten komen. En die werken eigenlijk precies de spanning die door de batterij geleverd wordt tegen. Nou ja, niet precies, maar het werkt er tegen. Daardoor krijg je dus dat de werkelijke spanning iets kleiner gaat worden. De werkelijke spanning die gaat lopen, die batterij die levert bijvoorbeeld 3 volt, maar de spoel die levert een tegenspanning, waardoor de werkelijke stroom die gaat lopen eigenlijk kleiner is dan dat je zou verwachten. Je kunt het ook anders zeggen, de spoel die zorgt voor een inductiestroom, die inductiestroom staat precies de andere kant op als de stroom van de batterij en netto hou je dan minder over. Een gedeelte van de stroom van de batterij wordt tegengewerkt door die inductiestroom. Dus netto hou je minder over. Dus de stroom die gaat lopen is kleiner dan wat je zou verwachten. Dat is maar een tijdelijk effect. Want op een gegeven moment verandert de flux door die spoel niet meer. En als de flux niet meer verandert is er ook geen tegenflux. Maar het is iets wat je ziet op het moment dat je de schakelaar dicht doet. Dan zie je dat er eventjes iets minder stroom loopt dan dat je zou verwachten. En dat komt dus door de zelfinductie van deze spoel. Dit werkt natuurlijk ook in deze situatie. Nu is de schakelaar dicht. Er loopt een stroom. De spoel genereert veldlijnen doordat er stroom door de spoel loopt. Alleen het is een gelijkspanningsbron. De stroom die verandert niet en daardoor veranderen ook de veldlijnen niet. De fluxverandering door de spoel is nul. En er gebeurt dus helemaal niks. Die spoel hoeft helemaal geen inductiestroom of zo te maken. Want er is geen verandering in de flux. Maar op het moment dat je de schakelaar opengooit, zal de blauwe stroom verdwijnen. Hierdoor verdwijnen ook die veldlijnen die er eerst waren door de spoel. Die verdwijnen. En de spoel wil de situatie houden zoals het is. De wet van Lenz. En de spoel zal dus een meeflux gaan maken. En die meeflux die staat nu in dezelfde richting als dat de veldlijnen liepen. En dat doet de spoel door te zorgen voor een inductiestroom. En die inductiestroom loopt nu dus ook in dezelfde richting als dat die blauwe stroom van de batterij liep. En wat zie je dus gebeuren bij een spoel? Op het moment dat je de stroom eraf haalt, zal de spoel nog even zich gedragen, ook weer als een batterij, waardoor er nog eventjes een stroom loopt. Terwijl de schakelaar al open staat. Goed, eventjes grafisch. Wat zou je zien als je dit meet? Ik heb weer een schakelingetje gebouwd met nu een lampje erin en een weerstandje. En een schakelaar aan de linkerkant en aan de rechterkant.
Dan komt hij. Dezelfde opstelling, alleen in plaats van de weerstand heb ik nu een spoel gezet. Op het moment dat ik links de schakelaar op tijdstip t is 0 indruk, zal er direct een stroom gaan lopen. Want er is geen spoel, je hebt geen zelfinductie. Er is geen sprake van een inductiestroom of zo die gaat lopen. Dus je krijgt direct de spanning die de batterij, de stroom die de batterij levert, 100 mA. Zul je ook direct meten, zal ik direct door het lampje gaan. In de rechte situatie zit die spoel. Op het moment dat je de schakelaar sluit, gaat de spoel het ontstaan van die flux tegenwerken met een tegenflux en ook een inductiestroom. En die inductiestroom zorgt ervoor dat in de eerste fracties na het sluiten, dat gebeurt nu dus, die stroom kleiner is dan dat je zou verwachten. En naarmate je langer wacht, is de verandering die je hier in die spoel ziet qua flux wordt kleiner en daardoor wordt ook die tegenwerkende inductiestroom kleiner. En als je maar lang genoeg wacht, dan krijg je ook weer gewoon de spanning die je zou verwachten, namelijk 100 mA in deze situatie. Onder in roze is nog weergegeven de inductiestroom die dan door de spoel wordt geleverd. In het begin is die inductiestroom heel groot. En na verloop van tijd is de inductiestroom valt weg, omdat de verandering van de flux hier steeds kleiner wordt. En op een gegeven moment is er geen verandering meer en is de inductiestroom 0. En is dus de stroom die echt gaat lopen, is precies even groot als de stroom die de bron levert. Nog een ander voorbeeldje, een soort practicum, maar dan in diavorm. Ik heb hier een parallel opstelling. Hier is weer mijn schakelaar, die ga ik dadelijk sluiten. Ik heb nu een weerstand en een spoel allebei parallel staan. Op het moment dat ik de schakelaar sluit, zal er stroom gaan lopen door de weerstand, door dit lampje en weer terug. Nou, de stroom loopt natuurlijk de andere kant op. De stroom gaat lopen door lampje door de weerstand en weer terug. Het lampje gaat meteen branden. Wat gebeurt er hieronder? Wat gebeurt er met die spoel op het moment dat ik hier de schakeling sluit? Dan zal er een stroom gaan lopen. Je krijgt een fluxverandering. Die spoel zal er tegengaan met een inductiestroom die precies de andere kant op staat, waardoor er in het begin maar een hele kleine stroom gaat lopen. En daarna wordt die stroom groter. Dus wanneer ik nou deze indruk, gaat het volgende gebeuren. Kijk maar mee. De bovenste brandt meteen, het bovenste lampje van de weerstand, en die van de spoel loopt ietsjes achter. Nogmaals, ik sluit hem. Weerstand brandt meteen, de spoel loopt ietsjes achter. Op een gegeven moment is de verandering in de flux van de spoel is nul geworden en er is ook geen zelfinductie meer. En dan brandt deze lamp even hard als de bovenste lamp. Hoe ziet dat eruit als ik hem uitschakel? Een iets andere opstelling. Ik heb twee lampjes. Als ik dadelijk deze schakelaar open, zal er hier geen stroom meer lopen. Die stroom kan hier zich splitsen trouwens. Hè? Dus die stroom, er zal een gedeelte van hier doorheen lopen en een gedeelte door de spoel. Op het moment dat ik de schakeling open, zal de spoel heel eventjes een meeflux maken, waardoor er heel eventjes ook een inductiestroom die kant op gaat staan, naar rechts. Nou, hier gaat meteen niks gebeuren. Hè? Op het moment dat ik de schakeling openzet, zal hier geen stroom meer lopen. Deze lamp gaat direct uit. Wat gebeurt er hier als er een stroompje naar rechts gaat lopen? Die kan rondlopen, die kan zo een rondje maken en de stroomkring vervol maken. Dus op het moment dat ik hier de schakelaar open, gaat er hier een stroompje lopen, waardoor deze lamp eventjes gaat branden. Waarom eventjes? Op een gegeven moment is de fluxverandering in die spoel weer nul, gaat die stroom ook niet meer lopen en zal die lamp ook gewoon weer uitgaan. Dus wat gaat er gebeuren op het moment dat ik de schakeling open? Nou, kijkt u maar mee.